COTA International Suriname heeft vanmorgen hun jaarlijkse bewustwordingscampagne gelanceerd op de Kennedy School. Met deze campagne wil COTA de gemeenschap duidelijk maken dat het belangrijk is om het gehoor te beschermen tegen de luide vuurwerkknallen. De verdeling van oordopjes op 31 december tijdens de Pagara-estafette is onderdeel van het COTA's Hearing Impaired Project. Dit jaar worden er 25.000 oordopjes uitgedeeld. Dat is het grootste aantal dat ooit is uitgedeeld, zegt Henna Draaibaar, president van COTA International Suriname. Het project omvat meerdere subprojecten die het heel jaar door worden uitgevoerd en die te maken hebben met voorlichting om gehoorbeschadiging te voorkomen en ondersteuning in de zorg voor doven en slechthorenden. Volgens Renate Wartes, leidinggevende van de Kennedy School, zijn de oren heel belangrijk omdat je oren een waarschuwingsfunctie heeft. Ik ben blij met deze campagne, want het is in feite verschrikkelijk dat er zoveel mensen jaarlijks lawaai-schade oplopen. En dat is in feite onherstelbaar, omdat die haarcellen daar helemaal vernietigd raken en ze herstellen zich niet. Ik ben blij met het project van COTA. Het is al enkele jaren dat het gaande is. En in feite, als je geen gehoor hebt, kunnen de meeste mensen ook niet abstract denken. Zoals de kinderen hier op de Kennedy School. Je moet ze heel veel bijbrengen, omdat ze niet het gevoelsleven kunnen ontwikkelen wat geluid in feite met hun gedachten moet doen. Bij deze wil ik COTA dan heel hartelijk feliciteren met het dit jaar weer launchen van hun oordopjesproject. Ik zou willen aangeven, vooral aan de jeugd. Dank u wel. Ik wil van deze plaats uit de jeugd vooral waarschuwen. Het gaat erom dat geluid zeer schadelijk is. Ga er zuinig mee om, want als je het niet meer hebt, anno dit, je kan het niet gaan kopen en weer plaatsen. Cindy Uden, coördinator Oordopjesproject 2017, zegt dat de oordopjes niet alleen worden uitgedeeld, maar ze worden ook in het oor geplaatst van de mensen die er behoefte aan hebben. Maar ik denk dat we dit jaar wat meer mensen nodig zullen hebben vanwege het aantal oordoppen dat we hebben gehad. Die gaan dus rond in de stad. Voornamelijk onze vrijwilliger is Rotaract Fresh. Die doet elk jaar mee. Zij zijn de jongeren, die zitten tussen de 18 en 30 jaar. Om met name de jongeren aan te sporen om de oordoppen daadwerkelijk te gebruiken. Die gaan dus rond in de stad, de Steenbakkerijstraat, in de Maagdenstraat, in de Domineestraat zelf, dus daar rondomheen waar de Pagara-estafette normaliter is. Daar gaan zij allemaal langs om met de mensen te praten. Wat ook gaat gebeuren is, bij onze doelgroepen zijn dus die jongeren, maar ook onze senioren burgers. En de seniorenburgers die naar de stad gaan, die krijgen sowieso één. Maar we hebben ook seniorenburgers die in bejaardentehuis zitten, die ook last hebben van deze knallers. En onze relatiebejaardentehuizen, die krijgen jaarlijks oordoppen van ons. Dat gaat ook dit jaar gebeuren. Cindy Uden, coördinator Oordopjesproject 2017. Ze sprak vanmorgen bij de lancering van de oordopjescampagne op de Kennedy School. Het is de zevende keer dat COTA dit project uitvoert. En dit jaar worden 25.000 oordoppen verdeeld aan de bezoekers van de Pagara-estafette.